In de hoofdstad van de Côte d'Or staan vele mooie bouwwerken en ook vakwerkhuizen. Een mooi voorbeeld van de Bourgondische gotiek is de Église Notre-Dame met het Jacquemart-uurwerk meegebracht uit Kortrijk. Opvallend zijn de waterspuwers op de façade. Maar het interessantst is het Palais des Ducs et des États de Bourgogne met zijn beroemde Musée des Beaux-Arts. Het hoogtepunt van een bezoek zijn de graftomben van Jan zonder Vrees met Margaretha van Beieren en van Philips de Stoute. Schitterend zijn de albasten, realistische beeldjes die als een rouwstoet de tombes omringen. Les pleurants. Even buiten de stad ligt het voormalige Carthuizer klooster Chartreux de Chapmont.
met de Puy de Moïse, symbool voor het leven. Binnenin staan de realistische beelden van Mozes, David, Zacharias en Jesaja.